als ze aan mij vragen een top 5 van indicatoren, dus staat deze er zeker bij. Ja. Hey, ik ben ook leuk, Chris. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we weer kijken naar trading indicatoren voor crypto. En in deze aflevering gaan we het hebben over de VWAP en het volumeprofiel. Zijn volgens mij voorlopig de laatste twee indicatoren die we doen. Dit serietje inderdaad zijn voorlopig de laatste twee indicatoren die we doen. Het volumeprofiel, omdat we daar zelf veel gebruik van maken. En omdat we daar best wel veel vraag naar krijgen vanuit de community ook. Omdat het een van de indicatoren is die onder het betaalde tradingview vallen. Nu zeggen wij altijd, ja, een timmerman heeft goed gereedschap nodig. Anders kan je niet werken. Zo geldt het ook met traden. Sommige indicatoren zijn gewoon echt van meerwaarde. En als je wil investeren in crypto en je wil echt gaan traden, zeker mensen die zeggen, ja, ik wil elke dag gaan daytraden, ik wil mijn werk ervan maken, dan zeggen we, heb je een TradingView account? Ja. Geüpgrade? Nee. Moet ik dat wel doen? Dan denk ik, ja, je wil hier je werk van maken, moet je ook zorgen voor goede tools. En ja, wat is nou $9 zoveel per maand voor een... Ja, maar dat is hetzelfde dat sommige mensen... Je hebt ook gewoon genoeg aan het eerste level. Hè? Je hoeft niet het hele grote pakket te hebben. Dat hoeft echt niet. Dit heb je gewoon nodig. En wil jij hier echt serieus mee bezighouden? Dat is ook met de mensen waar we bijvoorbeeld een cursus of een 1-op-1 aanbieden. Dat is voor die mensen die het serieus nemen. Als jij één keer een foute trade maakt, heb je al die kosten er al uit. Ja. Nee, zeker weten. Het volumeprofiel vinden we gewoon direct bij de indicatoren. Ja. En als wij die erbij pakken, stellen wij hem wel wat ietsje anders in. En dat gaan we nu laten zien. Ja, je hebt een paar opties. Dus hij staat hier altijd standaard erbij. En dan kan je fixed range nemen. Die kiezen we eigenlijk nooit. Dan kan je session volume nemen. Dat is er eentje die soms al wordt gebruikt. Ik zal hem even laten zien op de iets lage tijdsframe, want je ziet hem nu niet helemaal. Session, dat betekent dat hij iedere dag een nieuwe profile maakt. Met point of control. Van dus je eventuele trade sessie. Je gebruikt hem per sessie. Ja, en dat is heel makkelijk om te zien waar het volume heeft gelegen. Je kan daar interessante leveltjes uithalen. In combinatie met bijvoorbeeld point of control. Dat is een belangrijke. Hoe wij hem zelf vaker gebruiken. Visible range. En dan kan je eigenlijk op de hogere tijdsframe veel makkelijker zoeken naar levels ter conformatie. Je gaat niet levels zoeken met een indicator. Je gaat een level zoeken en dan gooi je deze eroverheen en dan conformeer je ze. Ja, je kan wel eventueel lokale support en resistance net iets makkelijker vinden. Hoe ik het zelf altijd doe, ik geef er iets meer row size voeg ik toe. Omdat hij dan net wat preciezer wordt. Kijk, er staan nu 24 bars hier rechts. We maken er altijd 150 bars. Ja, dan krijg je iets vloeiender gebied. En wat vertelt dit nou eigenlijk? Wat hier staat, dit is het volume met de koers. Ja. Maar dit volume wat hieronder staat, laat niet zien waar die transacties hebben plaatsgevonden. Dat laat hij niet zien in de hoogte. Jij weet dat niet. Ja. Deze indicator die laat dat wel zien, want die matcht gewoon de prijs met het plekje op de chart. En daaraan kan je zien waar het volume echt heeft gelegen. Want er kan een hele hoge candle zijn. Maar dat betekent nog steeds niet. Het volume had hier kunnen liggen. Of hier. Ja, en dat is voor prijsacties dat heel belangrijk. Iets hogere tijdsframe ziet hij er dan nog ietsje anders uit. Kijk, daar is die. En dit geeft gewoon... Ja, het springt gelijk in het oog ook wat belangrijk is. Dit was een belangrijk punt. Ja. En dat zie je ook terug in het volumeprofiel. Ja. In een notendop het volumeprofiel. Zeer handige tool. Belangrijk indicator. En ja, nogmaals. Ja, je kan er veel meer mee. Maar dit is gewoon even oppervlakkig er doorheen lopen. Als ze aan mij vragen een top 5 van indicatoren. Dus staat deze er zeker bij. Ja. Dan hebben we de VWAP, en dat is een indicator die heel veel mensen niet kennen. Iedereen praat eigenlijk altijd maar over een RSI, de Bollinger Bands. En daarom hebben we die ook meegenomen in deze serie. Maar de VWAP vinden wij, die hoort ook zeker thuis in deze serie. Want die gaat jou ook hele handige informatie verschaffen. Dan haal ik deze even weg, het volume profile. Geeft hem wat cleaner beeld. Het VWAP is eigenlijk een soort voortschrijdend gemiddelde... VWAP staat voor Volume Weight Average Price.
En het grappige is dat de VWAP eigenlijk een soort van... Hoe kan je het omschrijven? Hij geeft een soort van eerlijke prijs. Gemiddelde prijs, ja. Ja, maar je hebt vraag en aanbod. En op een gegeven moment, als die prijs gaat stijgen, dan denk ik op een gegeven moment... Mensen, ja, maar gisteren... Maar wat zeggen wij altijd? Als die prijs stijgt, ja, hij moet ook een stapje terug maken. Ja. En dan staat de VWAP daar vaak onder, inderdaad. Omdat dat dan een realistischere prijs zou zijn als dat. Dat is ook precies wat de VWAP aangeeft. Die geeft een beetje de prijs aan die beide partijen... Want je hebt twee partijen nodig voor het sluiten van een transactie. Een prijs waarbij beide partijen denken... Oké, dit is een betaalbare prijs voor bepaalde assets. Op het moment van kijken natuurlijk. Op het moment van kijken. Dus een makkelijke regel die wij ook hanteren is... wij zijn alleen maar op zoek naar longs als we onder de VWAP zitten. Want we zitten dus... eigenlijk onder de gerespecteerde gemiddelde prijs. En we zijn alleen maar op zoek naar shorts als we erboven zitten. En dit is echt een indicator die gebruik je voor daytraden. Ja. Als je hem ook op de hoge tijdframe zet, dan... Hij werkt nog ineens op de hoge tijdframe. Daar is hij niet voor bedoeld. Hij is bedoeld echt voor te daytraden. En dan kan je heel makkelijk zien van... is het überhaupt nu verstandig om een bepaalde positie in te nemen? Ja, en wat je al zegt... zit je erboven, zoek je naar een short. Want VWAP ligt eronder. Ja. Dus de eerlijke prijs ligt er ook iets onder. Kan je verwachten dat je een klein stapje terugzet? Moet je dan alleen op de VWAP gaan traden? Uiteraard niet. VWAP is een indicator. En geen enkele indicator geeft jou garantie. Maar dit kan je wel een extra confirmatie geven... als je op zoek bent naar een trade. De VWAP en... het volumeprofiel. Dat waren ze. Ja, ik denk dat wij wel gepinpoint hebben welke indicatoren, basisindicatoren wij belangrijk vinden. Voornamelijk je levels, daar moet de basis liggen. En uiteindelijk deze indicatoren toevoegen als confirmatie is prima. Ja, en pas gewoon toe wat je zelf prettig vindt. Want er zijn heel veel 10.000 indicatoren. Ja. En iedereen zegt, ja, dit is hem hoor, deze moet je hebben. Ja. Combineer het systeem wat bij jou past. Ja, daar gaat het om. Vond je dit weer een leuke video? Druk sowieso op de duim. Abonneer op dit kanaal en druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. Onderaan deze video vind je alle links terug naar Cryptocurrency Club Nederland. Ons Discord kanaal. Dopey.nl. Support links zoals bijvoorbeeld BitMEX. Gebruik je onze link, krijg je 10% korting op je trading fee het eerste half jaar. En je support daarmee het kanaal. Al dat soort dingetjes vind je terug. Onderaan deze video. Hartstikke bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Later.